Hey, en super tof dat jij kijkt. We zijn vandaag bij de opening van een nieuwe attractie Max en Moritz hier in de Efteling. Dan gaan wij nu aftellen. En 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wat was dat? Wegwezen! Is iedereen oké? Ja, iedereen oké. Jeetje, wat was dat? Ja, dat was vast en zeker weer zo'n streek van die Max en Moritz. Ja, die halen altijd kattenkwaad uit. Dat moet echt nog altijd. Het zijn zulke deuken niet. Hè? Het thema van de achtbaan is gebaseerd op het Duitse kinderverhaal Max en Moritz uit 1865. In dit verhaal halen twee kwajongens in totaal 7 streken uit, waarvan de laatste helemaal misloopt. Nog voor de opening werd een versie van de Efteling opgenomen die in 2019 verscheen in het Efteling sprookjesboek Ze leven nog lang en gelukkig. De nieuwe attractie die vandaag is geopend in de Efteling is een dubbele familieachtbaan. Zo heb je blauw en groen, dus wat dat inhoudt, Max en Moritz. Max is blauw en Moritz is de groene baan. De attractie bestaat uit twee achtbanen die in tegengestelde richting van elkaar vertrekken. De topsnelheid van deze attractie is maar liefst 36 km per uur en bereikt een hoogte van maar liefst 6 meter. En ja, ik krijg nu toch wel heel erg veel zin in een ritje Max en Moritz. Dus we gaan eerst in Max en dan in Moritz. En als ik de twee achtbanen heb gedaan, dan ga ik een review geven in de video. Dus het wordt nu snel tijd voor een ritje Max en een ritje in Moritz. Nou, het wordt tijd om Max en Moritz de twee banen te doen. Ik kan in ieder geval niet wachten. Ik ben super benieuwd. Dus we gaan naar binnen. Dankjewel. Daar gaan we. Max en Moritz. Het tweede rondje, maar die gaat natuurlijk extra snel. Daar gaan we! Ja! Woo! Ja! Wow! Woehoe! Wow! Woehoe! Ja! Woehoe! Ja, en kijk, daar komt ie. Ja, ja, ja. Wow, yo. Daar gaan we. Maar dit keer niet in Max, maar in Moritz. Woo! Woohoo! Hey Max, dat was Max onder ons. Nou, dan gaan we weer voor het tweede rondje. Kijk hoe snel deze gaat. Moet natuurlijk allebei even snel gaan. Daar gaan we. Woehoe! Ja! Wow!
En ik heb net Max en Moritz gedaan en wat een heerlijke baantjes. Ik moet wel zeggen dat Max, de blauwe baan, mijn favoriet is. Want ik heb het idee dat die wat sneller door de bochten gaat en wat meer bochten heeft. Dus mijn favoriet is Max. Ik ben benieuwd wat jouw favoriet wordt als je hier naar de Efteling gaat en deze twee banen gaat doen. Oh, die was wel. Sven, heb je geld gevonden? Ik heb geld gevonden, jongens. Kijk, alleen... Ik kan hem niet pakken. En zeker zo'n kwaaistreek van Max of Moritz. Ah, shit. Wat ook trouwens een leuk feitje is, in de lampen zitten boxen verwerkt waar dus de muziek uitkomt. Ik ben al twee goede interactieve spelletjes tegengekomen, zo onder andere het scheetkussenorgel. Ook komt er een interactief stukje en dat is een fontein, maar daar moeten we nog langs lopen. Maar ik moet toch wel zeggen dat de wachtrij er super, super leuk en gedetailleerd uitziet. Ook hele mooie planten, zelfs een eigen prullenbak heeft deze achtbaan ook. En nu komen we in het clubhuis. Dit is dus het clubhuis van Max en Moritz. En zoals je kan lezen, ben ik best gek. Want ja, wie dit leest is gek. Kijk die Mona Lisa. Max en Moritz niet te stoppen, blijven steeds hun buren foppen. Heel hun dorp, de wanhoop na. Kom dan klagen bij mama. We komen nu bij de fontein. Of ja, bij de pomp. Eens even kijken, boemknaller. Dan moet zo meteen een fonteintje de lucht in gaan. Ja. Hé, hey, dat was hem. Ja, dat was hij weer. Wat ook wel leuk is hier aan de wachtrij van Moritz, is dat je toch een beetje dat oude Bob-gevoel terugkrijgt. Je gaat onder de baan door en dan moet je daar met een trappetje omhoog. En dan kom je eigenlijk op de oude trap van de Bobbaan die hier heeft gestaan. Hollebolle Gijs op dit plein hier veranderd. Zo heeft hij onder andere een nieuwe tekst boven en Max en Moritz staan op de muur ernaast. Maar verder is hij wel hetzelfde gebleven. Hij heeft gewoon even een mooie opknapbeurt gehad. Ook is het restaurant hier helemaal aangepast. Wat eerst de steenbok was, heet nu Vrouw Bolters Kuren. En ik ga daar eventjes een lekkere kip proberen, want dat is een nieuwe snack hier in de Efteling. Je kunt er ook gewoon zoals altijd frietjes en andere snacks kopen, maar ze hebben nu kip toegevoegd. En ik ben toch wel benieuwd hoe dat smaakt. Dus ik ga eventjes een review voor jullie maken hoe die kip hier is. Het buitenterras van dus eerst de steenbok, die wordt ook helemaal veranderd, maar dat is nog in aanbouw. Dus we moeten zeker nog even een keertje terugkomen als dit er weer helemaal staat. Ik ben benieuwd hoe het er hieruit gaat zien. Ik ga hem eens proeven. Hij is lekker krokant, wel heel, heel heet. Maar hij is wel echt heel lekker. Ja, voor 4,50 zo'n bakje, dat is op zich redelijk duur. Je hebt dan 4 stukjes kip. Maar ja, ze zijn wel lekker, dus als je jezelf wel wil verwennen, dan moet je wel even zo'n bakje kip kopen. De Efteling heeft ook pins uitgebracht van de achtbaan Max en Moritz. En ik ga er 2 weggeven aan 2 personen.
Ik heb hier een Moritz-pin en hier een Max-pin. Wat moet je nou doen? Laat eventjes weten welke van de twee jij wilt winnen en waarom jij die wilt winnen. En dan wint de ene persoon de Max-pin en de andere persoon wint de Moritz-pin. En ik ben benieuwd naar jullie reacties. Dus laat eventjes weten waarom jij een pin wilt winnen en welke van de twee jij wilt winnen. Ik ben benieuwd, ik zie de reacties graag. Zo, dat was de officiële opening van Max en Moritz hier in de Efteling. Natuurlijk kon het niet zo uitgebreid zijn als andere openingen in verband met het coronavirus. Maar ondanks dat hebben we toch een super toffe dag gehad hier in de Efteling. Heel veel mensen om me heen hadden er zin in om in de nieuwe attractie van de Efteling te gaan. Ik had er ook super veel zin in. En ik heb alle twee de banen gedaan, maar Max is dus toch wel echt mijn favoriet, zoals ik al eerder in de video zei. Wat ook wel erg leuk is voor in de toekomst, Max en Moritz is echt een capaciteitsmonster. Dus je kunt Max en Moritz later in de Efteling, als het niet meer heel erg populair is, kun je hem nog altijd achter elkaar blijven doen. Dan sta je volgens mij gewoon maar 5 minuten te wachten, omdat het dus zo'n capaciteitsmonster is. Voor nu, dit was de video van de officiële opening van Max en Moritz. Ik wil jou bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je hem leuk? Doe zeker dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer ik om niks te missen hier beneden op mijn kanaal. En dan zie ik jullie gewoon weer terug bij een nieuwe video. Later!